In ieder geval mijn dochter Karin, die is jarig. Ja, en ze is 33 jaar geworden. Hiepede hiep, hoera. We zijn Ewing kwijt. We weten niet waar ze is. Ze is hoogwaarschijnlijk vannacht door het slaapkamer aan naar buiten gegaan. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, van harte welkom weer bij een goed nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En we leven vandaag op vrijdag de 7 augustus. Karin die is vandaag jarig, maar daar kom ik zo op terug. En het is 12:31. Rijk kan ook niet naar beneden komen, die is nou net vast beneden met moeite en pijn. Kan alles. Die hakt gelukkig vannacht binnen door iemand anders. Die klopte vannacht maar aan, terwijl die nog open stond. En ze bukte, ik dacht, wat doet ze nou? Door zijn vrouw. En eindelijk komt ze weer omhoog, heeft ze kant af. Alsjeblieft, nou ja, door het raam. Nou ja, die is dus nou nog boven. Ik moet even wat maken, want ik wil eigenlijk deze naam. Vind ik veel mooier. Maar hij is een stuk. Onder de arm, nou dat is zo te maken. Ja hoor, dat doe ik vandaag wel. Maar vandaag ja, haak ik natuurlijk wel dit aan. Het is ook zo'n shirtje, ik had een beetje strakker, maar ach, lekker belangrijk. En hij is zo'n schoonmoedertje geweest, dus ja, waarom niet? Ja toch. Ik zou nog wat zeggen, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval, mijn dochter Karin, die is jarig. Ja, en ze is 33 jaar geworden. Hiepede hiep, hoera, lieve schat. Ja, ik ben super, super trots op jou dat ik jouw moeder mag zijn. Dat jij mijn dochter bent. Ja, hoe kan je het ook anders hebben, hè? Ja, als ik je moeder ben, dan ben jij mijn dochter. Ja, simpel. Maar oké, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. In volle goede gezondheid. En buiten dit achtelijke gedoe van de corona om, dan hopen we toch dat het een ander jaar wat beter, op een betere manier misschien gevierd kan worden dan nu het geval is dat je het verspreiden moet. Maar ja, oké. Als je door de week jaar bent, moet je het sowieso al verspreiden, want die werkt door de week, die is op vakantie, die is dat. Dat is door de week meestal zo en ja, in de weekenden zijn er 9 of 10 keren wel weer bereidwillig om dan te komen. Nou, ja. En ik mag met oom Koen en tante Gerry mee aanstaande zondag, dus dat willen we nog meer. Feestje bouwen? Jazeker. Nou, lieve schat, geniet ervan. En ik bel jou vandaag sowieso nog op. Ja, ja. Ik ga zo eerst even met Rijka lopen. En Rebecca die komt. Ik wil Tamara zeggen. Nee, Rebecca die komt. En hoe laat dat? Dat weet ik allemaal niet meer. Want mijn hoofd, nou, dat is momenteel een vergiet. Daarbij, ik heb weer een aantal dagen een flinke hoofdpijn. Nou, dat wil je niet weten. Het begint al ietsje te zakken, maar oké. Ik zie dat ik wat vergeten ben, dat was mijn koelkast moeten. Nou ja, dat zeg ik zo wel weer. En ja, ik had jou al wat gegeven. Dat heb ik nou maar heen gepakt en dat neem ik zondag mee. Ja. Want dat was voor jou bedoeld, maar je neemt het niet mee. Nou, dan neem ik het wel mee. Ja. Dus ik kan het nou uitpakken. Nou, had ik mijn mond wat drinkjes. Netjes ziet. Oh ja. Ja. Ja, je kan erop zitten, maar je kan er ook tegenaan gaan zitten. Dus erop zitten, maar er ook tegenaan. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. En het is bloed, bloed, bloedje. Heet, heet, heet. Bij de poort is het. Ja, dat is gewoon niet wat. 44 of 45 graden bij de poort. Dan moet ik even oma Toon hebben. En Kandalf, die komt net naar beneden gelopen. Oma Toon. Op de vlakte hier al 28 graden geeft hij aan. En in huis 25,5.
Dan pak ik mijn mobiel erbij. En zo kijken wat die zegt. Even verversen. Ook 29 graden buiten op de vlakte. Dus ja, top. Maar oké, ik zou zeggen, die moet ook nog naar vrijdag toe. En de 7e zo. Nou ja, alles is weer gereed en klaar. Kandalf, die zal zo wel, die laat ik hier lekker naar binnen, denk ik. Dan kan hij straks eerst eten krijgen. Hé, kerel, ja, ik ben lekker laat in bed, toch vanwege die hoofdpijn. Ook laat naar bed, want er was er van alles en nog wat aan de hand, ja. En dan zit je ook nog op je kwekstoel. Ja, met een hele lieve schat van een vrouw even zitten te praten. Oh, wat een lief meisje is dat. Ja. Maar oké, ik zal binnenkort ook eens weer eventjes online gaan. En de moderatrice en de moderator en mijn medebeheerder voor alles en nog wat bedanken. Hoe ze hun gedragen, hoe ze hun voor mij inzetten. Dat is gewoon helemaal top. Ja, en sinds gisteren dus een nieuwe moderatrice er weer bij. Maar ja, oké, Joke heeft haar best gedaan, maar ze moeten niet iets doen wat niet mag. Nee, dat is even bij mij het verkeerde adres. En ze is al een paar keer gewaarschuwd. En een gewaarschuwd neemt dat of twee. En ik blijf niet waarschuwen. Dan is het, ja, sorry schat. Je werk op zich doe je goed, maar met sommige dingen doe je het... Dan overrol je mij. Ik keur het goed en jij keurt het af. Hallo, ik ben de baas. Dus ik zeg dat het gewoon kan blijven staan omdat ik daarop gereageerd heb. En jij ziet dat, want je wordt getacht. Dan moet je dat laten staan. Punt. Nou ja, oké. Oh, er ligt wat op de grond. Maar oké, gedane zaken nemen geen keer. We hebben nu een nieuwe moderatrice. Enkel ze heeft voor mij nog een moeilijke naam. Ja, ik kan het opzoeken, want ik heb er al op wat te zeggen. Francis Jobse. Ja, een Franse naam geloof ik. Francis. Je schrijft Fran en dan Cornelis Isaac Simon. Nou, een schat van de mens. Ja, echt. Maar in ieder geval, wij gaan er vandoor. En ik neem jullie even mee, want de kuikentjes die hoor ik vanaf piepen heel zachtjes. Piepen. En, maar je ziet ze niet, omdat het donker is. Maar ik zag wel kringetjes in het water dat ze daar zwommen, maar echt zien kon je ze niet. Ik denk, nou, neem ik morgen even de camera mee, even weer kijken. Zo lief, zo aandoenlijk. En van de week, ik had de camera ook niet bij me. En zo leuk sprong er een kuikentje. Die wou boven op die moeder gaan. Ja, en die moeder wou dat niet. Dus die moeder ging als het ware stijgeren. Die ging overeind. Die ging op de staart. Nou ja, kom me opdwijlen. Zowat. Ja, echt. Maar zo leuk. Dus ja, ik neem jullie eventjes mee. Vlog ik, dan hebben jullie geluk. Vlog ik niet, hebben jullie pech. Simpel. Tot straks. Ja, lieve vrienden, sorry, ik zit hier te huilen. Dat mogen jullie best wel weten. Ja. We zijn Ewing kwijt. We weten niet waar ze is. Ze is hoogwaarschijnlijk vannacht door het slaapkamer aan naar buiten gegaan. En ik meende dat ze er niet doorheen kon, want ik had hem weer dichtgetrokken tot zover. Kandolf kon er ook niet door. En die lag vanochtend heerlijk te slapen daar. En Ewing, ja, weg. Weg, we hebben overal gezocht. Ik heb buiten lopen te zoeken. Ik ben net weer binnen. Ik weet het niet meer. Ze is nooit weg geweest van huis. Altijd was ze in huis of in de tuin. Ze glom niet over de schuttingen heen, niks. En nou, weg is ze. Ze is nergens te vinden. Zo in huis niet, zo in de tuin niet. Ik ben bezig hoe ik het hier gevraagd, daar gevraagd. Nergens. Dat is waarschijnlijk... Ja, door de dakgoot, maar hoe verder? Ik weet niet wat ze gedaan heeft. Dat is vannacht al gebeurd natuurlijk. Ja, dan lig jij te slapen. Nou, ik weet het allemaal niet meer, maar...
Ik krijg ook weer bericht van mijn huishoudelijke zorg van Rebecca. Want die is ook wezen zoeken. Maar ja, jullie horen later wel weer van mij. Nou, lieve vrienden, Ewen die is nog steeds weg. Ik ben weer wezen zoeken. De buurtkinderen helpen al zoeken. Hoe lief is dat? Maar ik kan er nergens vinden, nergens zien. Dat ik hoop, ja, zo dat ze weer terugkomt. Ewen, kom naar huis, meisje. Vrouwtje mist je. Ja, meisje. Echt, ik mis haar. Even, ze moet al drinken, het is zo heet buiten. Nergens te zien. En ik kan niet bukken om onder auto's te kijken. Dus als ik straks weer ga, neem ik Rijka mee. Want die gaat de katten ook af. En dan hoop ik dat ze dan te vinden is. Ja. Nou dus, ik heb nou al 3 keer wezen zoeken. Het huis heb ik weer door wezen zoeken. Ik heb in de dakgoten gekeken, geroepen, gedaan, enzovoorts. Buren langs geweest. En iedere keer foto laten zien van Ewen. Maar ja, nou ging mijn batterij, die moet gevuld worden. En als die weer genoeg gevuld is, dan ga ik weer kijken. Ik ga nou even een bakje koffie maken, want ik heb voor de, ja, met Rebecca vanochtend een koffie gehad, maar voor de rest niet meer. Nee. Dus ja, ik ga dat eventjes nou doen. Ik moet ook wel mezelf blijven denken, anders kan ik straks niet zoeken meer. Nee. Nou, lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte van het reilen en het zeilen van Ewen. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden. Ik kom net weer thuis met Rijka. Ik heb niet meer hoeven te zoeken. Ze is terecht. Gelukkig wel. Ik ben o zo blij, maar o zo moe en o zo'n hoofdpijn door al dat gedoe. Maar hier is ons prinsesje. De oogjes staan goed. Zit een klein, ja, ze is een beetje uitgedroogd. Ik moet er nat maken iedere keer. Ja, meisje. Oh, lekker even spinnen en uitrekken. Je bent moe, kind. Ja. Vrouwtje zal je zo weer even nat maken. Hé? Ja. Hoopje doopje. Ja, de onderlipje was droog. Dus ja, dat hele bekje is dan droog, hè. Dat moet nat worden. Ze moet met een lepeltje, maar dat wil ze nog niet. Maar dat moet zo komen. En er werd ook gezegd tegen mij... ja, mijn stem die doet het even een beetje niet goed. Een beetje hees door het huilen en alles wat ik gedaan heb. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Zo ben ik nou eenmaal. Mijn diertjes moeten niks markeren. Nee, ze moeten niet bij mij weg zijn of wat dan ook. Nee, want... En vooral niet zij, want ik heb haar echt... haar leventje lang. Ze was dus van mijn pleegbroer, maar mijn pleegbroer en ik hebben noodgedwongen samengewoond in het verleden. En ze kwam uit het nest, dus ja, je kent haar vanuit het nest, ken ik haar. Ik zag, ik moest het bed nog verschonen van die eigenaar. Omdat de moeder had de kittens geworpen op zijn bed. Ja, dan moest ik dat verschonen voor, want ik stond met zijn handen in het haar, die gek. Nou ja, hallo, leg die poes met die moeders in een mandje met... Wat oude vodden, leg het daarin en ga je bed verschonen. Ja, maar daar weet hij dan weer niks van, weet je. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ze er weer is. En ik zal er zo meteen weer even wat water geven en doen. En ja, ik ben echt back af. Want hoe vaak ik wel niet heb lopen te zoeken, je wilt niet weten. Ja, en met mijn booster kon ik niet gaan zoeken, want mijn achterband is lek. Dus ja, dat kan je niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ik sluit deze vlog af gelijk, want ik ben te moe om eigenlijk nog weer terug te komen. En ik heb eigenlijk nog een heleboel te doen. Ik moet nog verder opruimen. Ik was iets aan het naaien, daar ben ik nog mee bezig, weet je. Dat had ik ook laten zien. Nou, dat moet ik. Ik moet nog een klein stukje, maar ik heb het futter nou niet meer voor. Nee, dat... komt wel en
moet zorgen dat zij weer op de been komt. Ja, en dan komt de rest wel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de hele avond en tot aan de andere kant van de dag. Nacht, hè, dag. Ja hoor, tot aan de andere kant van de nacht dus. Ze zeggen, wel trusten en mooie dromen en weer gezond op. Doei!